hebben over Minecraft. En Minecraft is echt totaal mijn game. Althans, ja, best wel. En we gaan het specifiek hebben over Minecraft Dungeons. En Minecraft Dungeons is een soort van combinatie van het blokkenspel wat we kennen met een Diablo. En ik weet echt totaal niet wat ik ervan moet verwachten, dus wat is het? Het is in ieder geval niet Minecraft 2, jammer genoeg. Het is echt... Gelukkig. Ja, nou hey, het zou ook tof kunnen zijn. Nee, het is een dungeon crawler, dus echt een Diablo-achtige game. In Minecraft-stijl. Dus dan moet je denken, het is iets kindvriendelijker of net wat toegankelijker, wat kleurrijker. Maar het brengt ook wel echt een beetje die Minecraft-vibe met zich mee in de looks en de geluiden. En een beetje de lore, zou je kunnen zeggen. Heeft Minecraft lore? Ja, nee, niet echt, maar weet je ziet de mobs en je ziet de blokken en je ziet de items die je zou zien in een Minecraft of misschien met een leuke mod erbij of zo. Dus het wekt het een en ander aan je op dat je denkt van ja, dat ken ik en dat is een fijne wereld. En laten we heel eerlijk zijn, Minecraft heeft in de afgelopen jaren best wel weer een opleving gehad. Dus ik vind het leuk dat ze weer iets nieuws proberen. Ja, zelfs bij ons. Ik bedoel, het was een kleine opleving, maar we hebben een server. Hebben we die nog steeds? We hebben nog steeds een server. We hebben nog steeds een server van de officiële Minecraft. Dus als je deze review leuk vindt, vind je waarschijnlijk ook onze server leuk. Dus check het even. Maar wat doe je zoal? Is het echt gewoon een dungeon crawlen, loot zoeken? Wat is het doel? Nou ja, het komt daar wel op neer. Zoals ik het gezien heb, ik heb een demo gespeeld waarin we een aantal objectives kregen. En ik gewoon geleidelijk aan dieper en dieper in een dungeon ging. Dus er was een of andere taak om een necromancer uit te schakelen. Maar natuurlijk, er is een deur dicht, daar moet je een sleutel voor vinden. Het begint een beetje op die manier een soort van questlist te worden. Van oké, verken dit, verken dat. Als je ondertussen een pad naar links of een pad naar rechts vindt en daar wat extra loot kan vinden, neem je het mee. Gebruik je het misschien in co-op vorm, dat je zegt van ik heb een potion gevonden die wel goed bij jouw armor zou passen of zo. Want het is natuurlijk wel Minecraft, maar ze gooien wel ook natuurlijk wat stats en wat skills en dergelijke in die game. Dus er zijn verschillende wapens, verschillende buffs, verschillende potions. Dus op die zin, ja... Het klinkt nog best wel uitgebreid eigenlijk. Het ding is, ze zouden er veel mee kunnen doen. In ieder geval de fundering die ik heb gezien, lijkt het op dat als ze een heleboel verschillende dungeons gooien, een heleboel verschillende quests, een heleboel verschillende herspeelbaarheid, dan zou dit best wel eens een keer een soort leuke, toegankelijke versie van Diablo kunnen zijn. Okay. Maar ja, het is nog wel een beetje de vraag in hoe diep het uiteindelijk gaat, want wat ik nu zag, 1 level, kwartiertje gespeeld. Ja. Best wel tof, daarin kon het een en ander. Maar ik ben wel benieuwd hoe dit is als je, weet je wel, het met z'n vieren aan het spelen bent. En je bent een paar quests diep in een hele dikke endgame dungeon. De vraag is hoe dat gaat worden uiteindelijk. Maar het is local co-op en ook online? Of alleen maar online met 4 man? Kan je het ook alleen spelen met bots? Nee, zoals ik het nu gezien heb, zit er geen local co-op in. En bots, voor zover ik weet, ook niet. Ik denk ook niet dat dat nog bekend is. Het punt is dat het vooral met een online co-op werkt en dan in ieder geval tot 4 man. En de vraag is ook nog maar of het cross-platform gaat. Je zou denken van wel, in ieder geval tussen Windows dus en Xbox. Ja, tussen PC en... Ja, dat zou haast wel moeten, maar gezien Microsoft's huidige houding met crossplay zou je ook wel kunnen verwachten dat het misschien Nintendo Switch crossplay gaat krijgen. Dus... Ja, dikke matties hè, dus... Ja, tegenwoordig wel. Nintendo en Microsoft zijn buddies geworden. En Minecraft is ieders vriend, dus op zich zou je toch kunnen denken dat ze daar wel wat cross-platform dingen in kunnen gooien. Wanneer komt die uit? Nou, heel specifiek hebben ze niet echt een datum, maar ze zeggen gewoon 2020 en misschien in de lente van 2020. Maar het is dus nog onduidelijk wanneer precies. Maar we hebben het hier wel over PC, Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch. Want Microsoft is geen hogger, weet je. Minecraft is van iedereen. Ja, helaas, inderdaad. Wil je meer weten over Minecraft Dungeons, dan gaat Tom waarschijnlijk er ook wat over schrijven. Als je er zin in hebt, ja precies. En voor meer Gamescom nieuws, hou onze website in de gaten. Terug naar jou. Naar wie? Geen idee.